Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben hier samen. Blondie die is nog niet echt aan het verharen. Dat vind ik best naar. Maar ze heeft wel overal heel veel kribbel. Dus ik ga even met de roskar overal rossen. Maar als je zin hebt deze week, doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je nooit meer een video van ons wil missen, klik dan op het belletje. Want dan krijg je iedere keer een notificatie. Ja, maar kijk eens naar Blondie. Lekker. Ja, ze gaat even met haar hoofd in de lucht. Kijk dan. We gaan zo de challenge doen op YouTube live met de arkenhoeven. De wc-papierrollen staan al hier. Tess gaat op Blondie en Daan gaat op Ike. Ja, spannend. Wat moeten ze doen? Ze gaan rijden. Handen omhoog en dan wc-papierrollen er zo op zadelen. Stap, draf, galop. En we hebben ook, ik weet niet of je het kunt zien, even kijken, vast en zo. Nog wat cavaletti in de bak gezet voor als het te makkelijk is. Want niks is leuker als dat het niet lukt natuurlijk. Daan is even met Ike aan het oefenen bij de cavaletti, want dat kent Ike nog helemaal niet. Ja, ja. Hij vindt het wel een beetje moeilijk nog. Dan gaan ze er één pakken. Pak er maar één, Tess. En die zet je op je hand. Zoals je zou rijden. Gewoon zo. Ja. En dan mag je stappen. Zo, we hebben nu TikToks opgenomen, livestream gedaan. Tess gaat naar buiten toe. En ik loop even mee. Of ik ga mee, ik weet nog niet. Even kijken. En ook Borisje mag weer eventjes lekker rijden. Ik ben klaar met rijden en het ging eigenlijk vandaag weer heel erg goed. Ik heb de techniek van gisteren die ik heb geleerd, heb ik toegepast, waardoor het echt super goed ging. En ik ben ook weer heel erg trots op hem. En kijk hoe het na het Pasen gaat. Het is vandaag zondag, eerste Paasdag. En nou, voor ons, voor jullie is het al een week geleden. De paardjes staan in de stapmolen. Ik heb net een paasontbijt gehad. En ik heb ook paaseitjes gezocht. Ook heel lekker. Ik heb zelf kaneelbroodjes gemaakt. Zo kan ik nog een uur doorgaan. We hebben anderhalf uur in de ochtend en anderhalf uur in de middag. Voor Boris en Blondie. Nu staan ze in de stapmolen en vanmiddag gaan we ze op de wei zetten. Kijken of we ook paas willen vieren. Hoi! Boris. Hallo, knappe kneel. Ik vind het koud. Jongens, een TikTok opnemen is niet gemakkelijk. Halli hallo! Hoe? Halli hallo! Het is inmiddels een paar uurtjes later. Ik heb net een shoothard gemaakt. Daar komt ook een video van. Of dat weet ik niet, dat ik er niet heel veel op wilde. Ik heb wel wat gefilmd. Het punt is natuurlijk dat we niet zoveel ruimte hebben om gewone video's te maken. Want we moeten ons natuurlijk aan alle regels houden, zodat corona zo snel mogelijk tot het verleden behoort. Ja. Dus we hebben eigenlijk maar heel weinig dat we kunnen filmen. Mm-hmm. Nou ja, op dit moment zijn we onderweg naar de Arkenhoeven. Gaan we Blondie en Boris in de wei zetten misschien.
En in de stapmolen van de wei. Dan zit onze dag, onze tweede paasdag er alweer op. Dan gaan we gourmetten met het gezin. En, ja, want wij leven met elkaar in één huis, dus dan mag het. Het is vandaag dinsdag en vandaag heb ik verschillende dingetjes gedaan. Ik heb een musical te horen gekregen. Ik kan daar helaas nog niks over zeggen. Ik heb hoesjes voor mijn AirPod, want die had ik gekregen voor mijn verjaardag. Plus de hoesjes, en die zijn eindelijk binnen. Door corona werden ze vertraagd, dus nu heb ik deze hele mooie met glitters. En laat ik morgen de marmeren zien. De andere die zijn nog onderweg. En ik heb Lonnie inderdaad opgezadeld. Dat hebben we gedaan met een livestream bij GoSocio. Want daar hebben we ook een Instagram account. Nee, ze hun hebben een Instagram account en wij hadden een takeover. Ja. Hun hebben een Instagram account en waarom lach je nou? Nou, omdat ik al verteld heb. Jij gaat het nog een keer vertellen. Oh, hun hebben een Instagram. Stop eens met lachen. Nou. Maar goed, je gaat nu rijden. Nee, wacht nou. Okay. Ik ga nou opnieuw zeggen. Nou, schiet op. Hun hebben een Instagram account en wij hebben een dagje een takeover gedaan. Dat zit me niet zo aan te kijken. Dus wij hebben een takeover gedaan. Superleuk. En nu ga je rijden. Nu ga ik rijden. Voort. Hop. Yes. Nou, Tess vindt dat het mega slecht gaat. Ik vind het wel meevallen. Ze is wel druk. Twee paasdagen achter de rug. Dat is weinig gedaan. Hierga. Hallo. Ik ben net tot een ontdekking gekomen. Mama heeft me geholpen. Ja, ja. Ik maak slobber. En het is mijn schuld. Jouw schuld? Ja, het is mijn schuld. Ik heb één keer heb ik slobber en daar had ik te veel water bij gedaan. Dus dat heb ik overgegoten in een emmer. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Je moet gewoon weggooien. Ja, dat wist ik dus niet. Nu wel. Gisteren dacht ik, oh, er zitten peeskappen in. Peeskappen? Ja. Zwarte peeskappen, strijklappen, iets in die richting. Vandaag dacht ik, nou weet je wat? Ik ga hem even omspoelen. Dus ik gooi dat ding om en ik denk, huh, zit ze los van elkaar? Komen er twee dode ratten uit? Nu gaan we naar huis en dan gaan we eten. Ja, want ik heb best honger. Jij ook? Ja, dat is mijn eigen. Dan gaan we kijken wat de pot schaft. Yes. Lonnie is rustig. Het is koud. Het is heel koud. Dus ik ga snel weer de deur dicht doen en mijn bonnie knotten. Nou, Tess, ben je er klaar voor? Denk het wel. Het ziet er prachtig uit. Ja, dat is mooi. In clinic vorm. De laars niet. Het had wel iets schoner gemogen. Ja, heb je geen leerdoekie? Jawel. Oh, doe dan wel even ook de laars even. Die had jij. Goedemorgen, Tommy. Die ligt in mijn emmer. Oh, dat is wel heel ver. Ik ga even halen. Dank je. Het is nog heel vroeg, maar dan heb je ook de bak helemaal alleen. En Tessie is al aan het droogstrappen. Nee, aan het losrijden. En daar is Daan met Just ook aan het losrijden. Dit alles voor een nieuwe serie. En die komt bij de Arkenhoeve. Niet per se op YouTube, maar daar zien jullie later nog heel veel meer over. Maar ik kan je vertellen... Woensdagochtend is tegenwoordig de dag dat ik om 17:15 naast mijn bed sta. Wat je er al niet voor over moet hebben. Hij loopt erbij als iemand van 95. Kom, hij moet het veel te druk hebben met jou. En les gehad. Het ging niet helemaal lekker. Ik was moe. Wel goed dat je het bij jezelf zoekt en niet zozeer bij je pony. Het ligt ook niet aan die pony. Tot morgen!
Wat doe je? Foto's maken. Vertel. Het boek is een beetje kort. Het is wel een 176, dus hij valt wel heel klein. Ja, het zei ook inderdaad ook al dat het heel klein viel. Maar wat ga je doen? Boris rijden. Nee, met die kleren. Foto maken. Oké, vertel het even iets uitgebreider. Ik ga een foto maken met deze kleding. Oké. Voor door store. Oh, hè? Nou, we gaan het even uitleggen. Voor collecties hebben ze vaak even leukere foto's. Of leukere, hebben ze gewoon leuke foto's nodig. Die wat anders zijn dan gewone foto's. Dus dan, oh, dat is een capuchon. Capuchon. Cool. Dus dan... Helemaal dicht. Ja, ik wil even kijken. Zo. Dus dan krijgen we even wat kleding mee, maken we een paar foto's. En dan is Daan van de Horse Store helemaal happy en wij happy. En Tess die is dan ook weer happy, omdat het gewoon leuk is om te doen. Ja, ik vind het echt een hele leuke broek. Ik vind het echt jammer dat hij een beetje klein is. Ze vallen klein. Ja, heel erg. Ja. Oké, nou, je moet even een t-shirt nog aantrekken, want anders kunnen we geen foto's maken. Zo, we gaan even foto's maken. Ik zet hem wel even daar en dan kunnen jullie meekijken. Ik ben Boris aan het uitstappen in de stapmolen. Hier is Boris. Pam, pam, pam. En hij loopt weer heel snel verder. Ik ga nu mijn spullen opruimen en Blondie rijden. En zie je nu ook een stukje van. Boem, ik ben zo slim. Om het tengel te vergeten. Het lijkt nu echt net alsof je drie armen hebt. Kijk zo. En het is hoofdstellentijd. Bam, bam, bam. Ik ga even opstappen. Oké, ik ga jullie even een klein uitleg geven wat ik vandaag ga doen qua rijden. Het wordt vandaag iets anders dan normaal. Ik heb net met Boris heb ik heel erg gewerkt op nauwkeurigheid. En met Blondie heb ik daar later heel veel mee gewerkt. Het gaat ook heel goed. Dus ik ga daar ook op letten, dus ik hou mijn been eraan. Maar we doen het allemaal even wat rustiger aan. Dat we ook even een dagje iets minder hebben. Dus ik ga eerst even een paar rondjes door de bak stappen als ik ernaast loop. Daarna ga ik erop. Even rondjes lekker stappen aan een lange teugel. Ga ik draven, galopperen. Maar het wordt vandaag niet allemaal te veel. Nou, te veel is het ook niet. Maar... Want Daan zou mij nooit te veel laten doen. Maar het is wat minder dan ik normaal doe. En Jill is aan het blaffen. Jill! Hey! Ik ga erop. Kijk, dit is grappig. Dit is een YouTube-stal. Dus wat zie je dan? Oh, ga ik je laten zien. Daan moet een avondroutine maken. En dan heeft ze hier. Oh, zo. Dan heeft ze de camera daar. En dan moet ze filmen wat ze doet. Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Een avondroutine bestaat uit poetsen paard, deken op, sobber geven, deur dicht, slapen. Dat is een avondroutine. Ja. En dan morgen weer terug. Ja, maar dan is het geen avondroutine meer, dat is een ochtendroutine. Ja, sowieso. Dus ja, ik krijg ook wel eens aanvragen van avond-ochtendroutines. Maar zoals je ziet, heel veel stelt het niet voor. Dus om daar nou een hele video van te maken, jullie mogen nu even naar Daan de avondroutine kijken. Het is 6 van de avondhapjes. Lopen jullie mee naar Vera, Just en Mandone? Nee, want ik moet mijn spullen opruimen. Oh. Nou, dan moet jij de camera meenemen en dat lukt niet voor landen. Dus helaas. Doei! Dit was het einde van onze dag vandaag. Ik ga Blondie nog even uit de molen halen. En dan zit ze er weer op. Oh, zo.
zit naast me. En keer een Kashmir. Ik heb net met Blondie les gehad. En dat ging. Dat is gelukkig zoenen. Dus het ging echt wel heel erg goed. En ik heb vandaag weer wat aan wat puntjes gewerkt. Waardoor het vandaag wat beter ging. Superleuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij de zondagvideo. Ik heb iets gedaan met mijn kamer. We hebben niet heel veel video-inspiratie.